Het concept van de Local Food Express is ontstaan vanuit de vaststelling dat meer en meer restaurateurs wensen te werken met streekeigen en seizoensgebonden producten van uitstekende kwaliteit. Bovendien schenken chefs meer en meer aandacht aan producten uit de biologische landbouw. Deze zijn kwalitatief beter, maar ook qua uitzicht en smaak overtreffen deze producten het klassieke aanbod. Local Food Express groepeert een aantal biolandbouwers en producenten van bijzondere producten uit West-Vlaanderen. Het aanbod van de Local Food Express bestaat voornamelijk uit seizoensgebonden producten en wordt wekelijks aangepast. Een onderdeel van de Local Food Express filosofie is het actief betrekken van de klanten bij het samenstellen van het aanbod. De landbouwers bereiden zich nu reeds voor op de teelt van specifieke gewassen op vraag van restaurateurs. We denken bijvoorbeeld aan verscheidene oude tomatenrassen of andere vergeten groenten die hier goed gedijen, maar die in onbruik zijn geraakt, omdat ze binnen de klassieke markteconomie niet meer rendabel waren. Het is de bedoeling om dit concept verder uit te werken, zodanig dat er een creatieve interactie kan ontstaan tussen de landbouwer en de restaurateur. Vandaag stellen we u graag voor aan drie specifieke wilde kruiden: muurkruid, duizendblad en wilde minizuring. Deze drie kruiden laten zich perfect verwerken in een frisse sla. De vers geplukte kruiden zijn afkomstig van Westoeter en Dranoeter. Ze worden geoogst in natuurgebieden in samenwerking met lokale natuurbeheerders. De Local Food Express levert momenteel kwaliteitsproducten aan verschillende restaurants in de regio Heuveland, Poperingen, Brugge en Gent. Voortaan zijn deze uitstekende Belgische streekproducten ook verkrijgbaar bij ISPC, met dezelfde garantie van volledige traceerbaarheid, rechtstreeks van de producent naar de verbruiker. Versheid en smaak, de essentie zelf van een lekkere keuken.